Mijn naam is Wim de Jong, lijsttrekker van het CDA en al 8 jaar wethouder voor het CDA. Uw belangen behartigd in onze gemeente en de komende 4 jaar gaan we dat weer doen. De reden dat ik nog een keer 4 jaar echt strak voor wil gaan is dat ik verschillende projecten heb die ik af wil maken. Biesbosch Museum, wat ik een warm hart toe draag, waar ik nauw bij betrokken ben. En wat straks er geweldig uit zal zien en dat het visitekaartje gaat worden van onze gemeente naar buiten toe. En het tweede project, en dat heb ik eigenlijk al vanaf het begin dat ik wethouder werd gedaan. De dijkverzwaring aan de Steurgat en daarover een fantastisch mooi fietspad. En dan moet u denken vanaf het pontje Steur tot aan de Vissershang in Hank. En dan de aansluiting op de Aakvlaai. Ja, een gigantisch mooi project waarbij je de Biesbosch kan zien en de polders kan zien van het land van Heusden en Altena. En onze mooie gemeente Werkendam. Ja, en wat ook een van de mooiste projecten is, ook in het kader van de economie, in de voortvarendheid van onze gemeente, is het regionaal bedrijventerrein wat wij met 3 gemeentes toch oppakken hier in Werkendam. Dat hier aan de onderkant van Werkendam wordt gesitueerd met een uitloop naar de rotonde van de Dijkgraafsterdekweg richting A27, aansluitend op het bestaande bedrijventerrein 45 hectare. En een ander project is de realisatie van de recreatieve poort van de Noordwaard. Hier komt straks de recreatieve poort met een nieuwe jachthaven en 140 verblijfseenheden. Nou, dat is een gigantisch project waarbij wij Werkendam op de kaart willen zetten. Nou, het zou fantastisch zijn als we dat ook nog de komende tijd zouden kunnen realiseren. Terugkijken is mooi, maar vooruitkijken is veel beter. En daar heb ik u voor nodig en daarom sta ik hier. En ik hoop dat ik op u kan rekenen.